Heel erg op basis van vertrouwen. Hier zijn we zoekende in. Ja. Ook een merk zijn voor je collega's. Dat je ook trots bent dat je binnen Team 5PM werkt. Ze de tools te geven om ook het zelf te doen. Onze collega's zijn echt onze beste ambassadeurs. Hoe zorg je ervoor dat je een goede werkgever bent voor je mensen? En hoe doe je dat dan ook nog als je een supersnel groeiend bedrijf bent vol met jonge mensen? Welkom bij CVD-TV. Leuk dat je kijkt naar deze video in de serie De Toekomst van HR, die ik maak samen met Loket.nl. En leuk als je luistert naar de podcast, uiteraard ook van harte welkom. Bij mij te gast Lara Herpes. Zij is, ja, en nou krijgen we het de hele mond vol. Zij is Director of People and Culture bij Team 5PM. Lara, van harte welkom. Dankjewel. Heb je die zelf verzonnen, die titel? Ja, eigenlijk wel. Ja? Dat zijn ook de twee dingen waar je mee bezighoudt, mensen en cultuur. Precies, ja. Ja. Ja, toen ik kwam werken bij Team 5PM hebben we het hier inderdaad over gehad. Ja. Dus HR wilden we het sowieso niet noemen. Nee. Maar wat dan wel? Dus dan hoeft natuurlijk ook niet meer een term zijn waarvan mensen totaal niet snappen wat je doet. Dus eerst hadden we people. Dat was ook al people. Dat was natuurlijk ook al een collega in mijn team. Maar toen dachten we eigenlijk past dat culture er wel bij. Want culture gaat ook over groepen mensen. Hoe gaan we met elkaar om? Daar zit ook een beetje het stukje hoe richt je organisatie in. Zodanig dat je cultuur past bij wat je ook wilt. Ja. Dus toen kwamen we op people and culture. Maar ik heb stiekem ook een beetje gegoogeld, als ik eerlijk ben. Oh, ter inspiratie. Ter inspiratie. Ja, ja. En dit is wel een redelijk gangbare... Hij wordt vaker gebruikt. Hij wordt vaker gebruikt, okay. Ja. Team 5PM, wat doen jullie? Wij zijn een full-service YouTube agency. Dus okay. Wij helpen merken, brands en publishers om hun merk te laten groeien op YouTube. En dat is nogal populair, hè? Dat is populair. Ja. En daar zijn we ook uniek in. Omdat de eerste full-service YouTube agency ook weer... Met dat specialisme ook, hè? Ja, exact. Ja. Dus echt die expertise. En 4 jaar geleden gestart. 4 jaar geleden pas, hè? Ja, 4 jaar geleden. Ja. En nu hoeveel mensen? Ja, dus we zitten zo ongeveer tegen de 100 mensen aan. Dus we hebben natuurlijk ook stagiaires en soms freelancers die veel voor ons werken. Ja. We zitten voor mij nu rond de 90. Ik las in een interview met Jelmer, een van de oprichters van 5PM. Ja. Die zei, wij willen het bureau van de toekomst neerzetten. En dus moet er een hele andere invulling komen van het HR gebeuren. Nou, dan kun je het een andere titel geven. Maar daar hebben we natuurlijk niet zoveel aan, nee, zeg maar. Hoe geef jij daar anders invulling aan? Kun je dat uitleggen hoe jij dat doet? Ik denk eigenlijk dat het al start met het feit dat Jelmer en natuurlijk zijn collega's besloten hebben ook om mij aan te nemen. Ik ben van origine psycholoog, organisatiepsycholoog. Ik heb wel een aantal jaren naar HR gewerkt, maar mijn startpunt is dus wel echt anders. Dus ik ga echt vanuit de menskant en wat motiveert mensen. Hoe kunnen we nou die trust-based culture maken? En ik denk dat dat eigenlijk al iets is wat helpt. Hè? Dan noem je dus, al iets, trust-based culture? Trust-based culture, ja. Dus heel erg op basis van vertrouwen. Okay. Je kan een beetje zeggen vertrouwen versus controle. Maar wij geloven heel erg in als je op basis van vertrouwen werkt met elkaar, dat dat heel veel voordelen heeft. Los van het feit dat het ook het leukste is om te doen natuurlijk. Hè? Daar word je ook het meest blij van. Mensen voelen zich veilig, durven daardoor ook meer te experimenteren. Hardop uit te spreken waar je, hè, als je het ergens niet mee eens bent of als je ergens zin in hebt. Daar hebben ze ook heel veel onderzoek naar gedaan. En dat is natuurlijk, ik vind dat echt een hele mooie term. Ik hoor je, het klinkt heerlijk. Ja. Want ik zal het zo meteen ook nog met jou hebben over het specifieke karakter van Team 5PM. Is namelijk allemaal jonge gasten, want gemiddelde leeftijd is... 27 jaar. Ja, en ik ben 36, dus... Hè? Ja, die oldie, de granny. Ja, precies, zeg maar, ja. Maar moet je nagaan, als ik binnenkom, dan denken ze dat ik een levend lijk ben. Maar hoe heet als ik dan denk aan klassieke organisaties, dan heb je arbeidscontracten, je hebt werkuren, je hebt functieprofielen. Je hebt schalen, salarisschalen. Flikkeren jullie dat allemaal overboord? Of pikken jullie het beste? Hoe is dat bij jullie georganiseerd? Ja, dus dat is ook een zoekende. Hier zijn we zoekende in. Ja, dat kan me voorstellen. Dat zijn we echt zoekende in. Dus dat wil ik ook zeker hier delen vandaag. Want en volgens mij is dat dus ook helemaal oké. Dus ook daar open over zijn met elkaar. Mm-hmm. Ja, dat zijn we zoekende in. We zijn heel snel gegroeid. We willen die cultuur blijven. Nou, we zijn wel... De cultuur verandert ook. Hè? Laten we daar ook niet doen alsof dat door niet zo mensen. Is. Ja, door de mensen, door de grote, weet je wel. Volgens mij is dat dus weer trust-based. Niet doen alsof het precies hetzelfde is als 4 jaar geleden. Mm-hmm. Want eigenlijk neem je daarmee onze collega's ook niet serieus. Mm-hmm. Er zijn dingen veranderd. En hoe doen we dat nou met elkaar? En doen we dat op een goede manier? Iedereen heeft wel behoefte aan duidelijkheid. Want er is wel een bepaalde verwachting. Mm-hmm. Doen alsof die er niet is, klopt ook niet. Je hebt een bepaalde functie, ik heb een functie, er wordt wel iets van mij verwacht. Toen hebben we daar met elkaar veel over gehad. En zowel in het proces, dus we hebben veel... met de mensen gesproken die de functie ook daadwerkelijk doen. In plaats van alleen maar hier heb je het. Dat op te halen, dat proces zorgvuldig te doen. Dan kies je eigenlijk
zorgvuldigheid boven snelheid. Mm-hmm. En ook het functieprofiel zelf ook zorgvuldig te doen. En daarbij kwamen we achter bij dat functieprofiel is echt het wat en waarom van je functie. Dus dat is wat er van je verwacht wordt. Mm-hmm. Daaraan wel opgehaald met mensen, klopt het nou? Mm-hmm. Hè, dat dit hier staat? Of wat missen we nou? Of waar had je nou eigenlijk andere verwachtingen bij? Mm-hmm. Die gesprekken hebben we gefaciliteerd vanuit People and Culture met de manager erbij. Nou, wat superleuk was, was dat je gelijk al in dat gesprek, was eigenlijk al een heel waardevol gesprek. Omdat het eigenlijk expliciet werd van, oh, daar hebben we toch een ander beeld van. Oké, nou, laten we daar, dat is niet erg, maar daar moet je wel met elkaar over hebben. Mm-hmm. Dus we merken dat het proces al veel heeft opgeleverd eigenlijk erin. En dat het toch dan duidelijk is wat er van je verwacht wordt. Maar niet per se hoe. Hè, dus daar zit soms voor mij een beetje dat nuance in weer van, wees niet impliciet. Als je iets verwacht, moet je het wel duidelijk zijn. Maar laten we het weer meer doen vanuit dat wat en waarom. Mm-hmm. Hè, dit is wat we van je verwachten. Snap je dat? Mm-hmm. Wil je dat ook? Hè? Dat is een beetje dat snappen willen kunnen vragen. En dan ook, en wat heb jij nou ook nodig om dat te kunnen doen? Want het is natuurlijk niet alleen maar hier doe je veel plezier mee. Mm-hmm. En dan komt weer natuurlijk mijn rol heel erg. Of mijn afdeling, zeg maar. Wat verwacht deze generatie jonge gasten? Wat verwachten die in wat verwachten die van werk? Verschilt ook wel weer een beetje. Dus ik denk dat sowieso de valkuil is om het allemaal op één hoop te gooien. Hè? Dus dat is volgens mij al mijn werk. Ja. Om goed te kijken naar het individu te blijven kijken. Niet zeggen, generatie doet dit. En... Oh, heel goed. Ja. Maar als we dan toch een trend zien, dan zie ik aan de ene kant, dat vind ik eigenlijk heel leuk. Het is een soort van dilemma. Want aan de ene kant is het inderdaad hè, de flexibiliteit, de autonomie, verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling. Maar ergens ook wel het samen doen, merk ik. Dus ook wel als werkgever, dat je ook iets te bieden hebt. Mensen willen zich wel ergens aan verbinden. Willen ergens ook wel trots op zijn, ergens achter staan. Dat herken ik heel erg binnen Team 5PM. Mm-hmm. Wat ik vind dat we ook goed doen. Mm-hmm. Maar herken ik ook wel bij andere People and Culture collega's. En ook als ik om me heen kijk, een beetje ook in de agency wereld. Er ook een merk zijn op dat stuk. Dus niet alleen maar naar je klanten toe, maar ook een merk zijn voor je collega's, dat je ook trots bent dat je binnen Team 5PM werkt. Employer branding, zoals dat vaktechnisch zo mooi heet. Ja, employer branding, ja. Dus ergens dat individu versus collectief, dat dat er beide in zit. Maar mijn onderbuikgevoel zegt ook dat het collectief ook meer terugkomt. Dat het belangrijker is om ook dingen samen te doen, om onderdeel te zijn van een groep. En dat je dus ook als werkgever daarin iets te doen hebt. En dat vind ik eigenlijk ook wel mooi, hè, dat er ook wordt uitgesproken. Ja, we verwachten ook wel dat je als werkgever ook niet verzorgend bent, maar ook wel, je moet wel gewoon goed je shit op orde hebben. Ja. Hè? Je moet ook wel gewoon, die hygiëne moet kloppen, daar moet je ook aan voldoen. Ja. Dat is ook je taak, je verantwoordelijkheid. En dat dat ook wel, misschien niet heel expliciet wordt gevraagd, maar wel, daar zit wel een soort van verwachting. Ook zo'n ding wat je veel hoort, de millennials, de generation Y, X, Z, whatever er allemaal bij jullie werkt, burn-outs. Allemaal, ze hebben allemaal burn-outs en dat schijnt echt een probleem te zijn. Zien jullie dat terug? Ja. Als je kijkt naar ziekteverzuim, of dat nou burn-out is of anderszins. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ziekteverzuim is echt heel erg laag. Ja, hoe kan dat dan? Ik denk dat wij ons echt wel bewust zijn. Dus dat we ons bewust zijn van de grote groei, de snelle groei die we doormaken. En daar ook niet bang zijn om daar ook over te praten. En we hebben bijvoorbeeld afgelopen maanden een training geïnitieerd wat heette Fundamentals of Wellbeing. Aha. Wederom een hele mond vol. Ja. Maar omdat ik wel echt heb nagedacht samen met collega's van hoe kunnen we nou inderdaad onze collega's helpen? Dus door niet te zeggen, hier heb je Headspace account. Je moet gewoon af en toe een beetje mindfulness doen. En dan komt het goed. Mm-hmm. Want weet je, dan leg je het ook weer zo, weet je wel, zo op. Maar snap nou wat stress is. Ja. Wat gebeurt er in je lijf? Mm-hmm. Stress is niet alleen maar slecht. Hè. Stress is een hele goede raadgever. Mm-hmm. Geeft je ook soms heel veel kracht om soms bepaalde dingen te doen die je spannend vindt of die je graag wil doen. Echter gaat het over balans. Over hoe ga je om met stress. Dus we hebben eigenlijk gekozen om weer onze collega's weer dat verschil van niet te controleren, maar ze de tools te geven om ook het zelf te doen. Dus leer nou wat dat nou is. En wanneer is dat nou een burn-out? En wanneer voel je nou bij jezelf, deze week was iets te veel. Ja. Maar alleen, want het stom is eigenlijk, de enige die dat kan doen, ben jezelf. Zijn er ook groeipijnen? Omdat je zo hard groeit? Ja. Dat welke? Nou, ik denk dat wel een van de pijnen die het meest gevoeld wordt, is, dat vul ik nu even voor
voor mijn collega's in, maar wat ik wel weer, is je hoort en ziet niet meer alles. Dus wat je hart groeit. Wat je hart, je wordt groter, dus meer mensen. Ja. Als je met 90 man bent, worden besluiten gemaakt die ook effect hebben op jou op een bepaalde manier waar je niet bij betrokken bent. Dus we zitten ook heel erg te kijken hoe lopen die besluitlijnen nou. En dat vinden we ook moeilijk, merken we. Want je wilt aan de ene kant zorgen dat die engagement hoog blijft, dat mensen goed weten. Maar je wilt ook efficiëntie. Dus ergens daartussen van hoe zorg je nou wel dat er een bedrijf efficiënt blijft. Maar we wel de juiste informatie ophalen om de juiste besluiten te nemen. Mm-hmm. En dat had ik laatst ook in een artikel geschreven. Kijk, eerst zat je letterlijk met elkaar om de lunchtafel de hele dag. Dus je wist heel goed van elkaar waar iedereen mee bezig was. Ja. Ook heel informeel, hè? Die informele lijnen van, oh, ik zit hiermee, wat denk jij wat hier goed aan is? En eigenlijk op een dag hoorde je alles en nu is dat niet zo. Nee. Dus je moet een manier vinden om wel met elkaar op de hoogte te houden geworden zonder een soort van Poolse landdag te worden. Zo ja, dat ja, of mij. Clubjes en onderlinge teampjes die geen onderling contact meer hebben. Eilandjes. Ja, en dat vind ik echt nog steeds de grootste zoektocht. Van hoe zorg je nou dat je die verbondenheid blijft houden, efficiënt blijft, innovatief blijft. Als ik dan tot slot nog eens een paar termen even bij elkaar gooi waar gewoon de media vol van staan en waar veel over te doen is. Ja. De woke-cultuur, het woke-denken, de cancel-cultuur, wat te maken heeft met racisme, grensoverschrijdend gedrag. Ja. Zijn thema's waar zeker ook jonge mensen super mee bezig zijn. Grensoverschrijdend gedrag. We hebben natuurlijk het hele boos verhaal gehad binnen organisaties. Nou gooi ik heel veel op één hoop hoor. Maar hoe gaan jullie daarmee om met dingen als diversiteit, grensoverschrijdend gedrag, met mensen die heel erg woke denken en daar hele duidelijke meningen over hebben, met die cancelcultuur. Hoe gaan jullie met dat soort aspecten om? Leeft dat? Ja, dat leeft zeker wel. Helemaal naar die boze aflevering. Er was volgens mij niemand in Nederland die het niet heeft gezien. En waar ik toen voor heb gekozen, toen naar die boze aflevering, is toch om even een mailtje te sturen aan het hele bedrijf. En vanuit, ik heb het gezien, het raakt me. Weet in ieder geval ook heel expliciet te zijn wederom wij staan hiervoor. Hè? Team 5PM is en moet altijd een veilige werkomgeving zijn. En als er nou iets is waardoor jij voelt of ervaart dat ergens aan tart, weet je wel, kom naar me toe. En toen had ik de realisatie, dat zeg ik wel mooi, maar ik ben natuurlijk ook onderdeel van dit bedrijf. Ja. En wij hadden op dat moment nog geen externe vertrouwenspersonen. Dus een van de acties die ik ook meteen heb opgepakt is een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. Dus die hebben we. Hè? Dus je kan, als je ergens mee zit, dan kan je uiteraard natuurlijk altijd bij je manager terecht. Mm-hmm. Je kan bij People and Culture terecht. Wederom denk ik dat het weer helpend is dat het People and Culture heet en niet Human Resources. Ja. Hè? Ja. Hè? Ja. En proberen ik en mijn collega's van People and Culture daar ook echt heel erg open over te zijn. Hè? Van, dat is ook onze rol. Echter, we snappen het ook als je misschien op een andere manier met iemand zou willen praten. Mm-hmm. Dus we hebben een externe vertrouwenspersoon. En we hebben samenwerking met Open Up. En Open Up is een... ken je dat, Open Up? Ja, ik ken de term. Ja, dus het is een... Tenminste, ik ken de rings a bell. Het is een psychologie en een psycholoog. Oh, jawel, ken ik wel. Ja. Ken ik zeker. Een van de oprichters is een van de oprichters van Hives, zit daarachter. Oh, ja, Floris Ros van Tonningen. Ja, Open Up. Ja, geweldig initiatief. Ja, lekker kort uit. Het is inderdaad een super initiatief. Ja, het is echt een super initiatief. Ja. Dus Open Up inderdaad voor de kijkers. Het is echt bedoeld voor bedrijven. Ja. En ze bieden... collega's van bedrijven met wie ze een samenwerking hebben, psychologen consults. Ja. Dus je praat inderdaad niet... Arbodienst 2.0, zeg maar. Ja, even heel kort door de bocht. En dat is echt super. Dus twee dingen wat ik echt heel fijn en vind. En jullie betalen dat wij eigenlijk? Wij betalen dat als werkgever. Ja. Wij hebben eigenlijk een abonnement bij Open Up. Een aantal dingen die super goed zijn, waarom ik ook met Open Up wilde samenwerken, zijn psychologen. Gecertificeerden, noem dat zo. Ja. Echte psychologen. Jong. Veel al jong, of tenminste, dus relatief jonge club. Dus echt een connectie met de doelgroep, maar dus wel professioneel. Dus ik weet ook zeker, als je met iemand praat, krijg je de juiste hulp. Heel laagdrempelig, dus ze hebben gewoon, je hoeft alleen maar je e-mailadres. Je kan gewoon 24/7 een consult aanvragen, bellen. Ja. En het is anoniem. Dus ik weet niet, wij weten niet wie er een consult heeft bij. Dus het is ook super. Niet zo'n gek bedrijfsbelang. Nee. Maar dat zijn de dingen die wij dan aanbieden, waarvan we zeggen, een veilige werkomgeving is natuurlijk altijd al belangrijk geweest. Hè? Maar ergens worden we er steeds bewuster van dat het soms ook dus niet goed kan gaan, terwijl jij misschien denkt dat het wel goed gaat.
Dus proberen we. Ja, maar of niet eens alleen werkomgeving. Ik kan me ook voorstellen, als je, want daar is open natuurlijk ook voor. Van ik zit als werknemer bij Team 5M en ik zit gewoon even niet lekker in mijn vel. Exact. Of ik, voor mij heb ik privé shit. Ja. Dat je ook gebruik kan maken van dat soort types. Ja, dat klopt. Ja. Want het, inderdaad, het hoeft niet te werkgerelateerd te zijn. Die vraag kregen we ook wel eens. Ja. Nee hoor, dit is wat wij bieden als werkgever. Ik denk dat elke organisatie dit zou moeten doen. Die, eigenlijk die iedereen die mensen in dienst heeft. Maar zeker als je jonge mensen. Ja, en ook de professionaliteit is goed. Dus dat vind ik heel fijn. Zijn jullie divers genoeg? We hebben wel een, heel veel internationale collega's, dus heel veel nationaliteiten. En ik denk dat het altijd een aandachtspunt blijft. Ja. Dus, ook iets om beleid. Laat ik zo zeggen, wat ik heel veel hoor bij jou, en snap ik, want het is zo'n prachtig spannend jongensboekverhaal eigenlijk. Van, van de stel partners die een waanzinnig groeiend bedrijf en you've only just started. Ben jij daar overal, wat ik zo'n beetje hoor, is dat je eigenlijk, ja, maar ik vind het ook een ouderwets woord, maar een soort van beleid aan het maken ben nog eigenlijk. Hè? Dus dat ook people and culture eigenlijk als onderdeel binnen die organisatie nog een soort van work in progress is. Zeg je dat dan goed? Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat dat misschien, je begon voor mij ook een beetje met een snel groeiende organisatie. Ja. Dus misschien ook wel de acceptatie, dat is altijd work in progress zijn. Want dat beleid, dat is misschien wel de constante moet je blijven factor. Aanpassen op het hier en nu. Dus volgens mij de klassieke fout die je maakt. Nou, we hebben een systeem. Een van mijn favoriete boeken. Ik lees ook romans hoor. Maar in ieder geval qua werkveld is de verdraaide organisatie. En het gaat over dat de systeemwereld leidend is geworden boven de leefwereld. Nou, allemaal hele hoog termen, maar het komt er gewoon op neer. Ja. Ja, sorry, dat kan niet, want het systeem zegt nee. Ja, het systeem, hè jongens, het systeem. Dus dat work in progress. Ik denk eigenlijk dat dat, als je dan hebt over wat is dan de toekomst van HR... Dat blijft dus. Blijf altijd je systemen, je beleid, je procedures aanpassen op de leefwereld. Dus wat hebben mensen nou nodig? Het verandert zo snel. De wereld om ons heen verandert, maar ook onze organisatie. Dus dat vragen we om iets anders. Dat betekent echt niet dat je om de twee maanden een systeem erin moet gooien, want dan worden mensen ook gek. Hè? Mm-hmm. Dus het is ook goed om consistent te zijn. Mm-hmm. Echter wel, blijf jezelf de vraag stellen, is het de toegevoegde waarde voor de klant of voor de collega? Ja. Dus ook beleid. Ja, weet je, bijvoorbeeld nu waar we het net over hadden. Ja, we zijn weer allemaal met elkaar fysiek aan het werk. Nou, hoe staan we hier nou in? Goeie vraag. Dat moeten we even goed onderzoeken en daar moeten we inderdaad ook wel positie in nemen. Ja, ja. Maar dan moeten we dus even aanpassen, moeten we even herzien. En ik vind dat spannend hoor. Ja, dat is heel spannend. Maar dat systeemwereld, leefwereld, dat is echt één. Ja, dat vind ik, kan mij zo goed helpen. Van, weet je, wat is nou. Maar hoe groter het schip wordt, hoe lastiger die wendbaarheid natuurlijk wel wordt. Dus dat is wel een uitdaging. Dat is zeker een uitdaging. Ja. Dus dan kan je ook gaan in teams werken. Hoe zorg je nou dat mensen goed informatie kunnen vinden wat ze nodig hebben? Ja. Daar zijn weer tools voor nodig, weet je wel. Dus dat zit natuurlijk ook die hele tech wel in. Mm. Tot slot, als je nou in een paar zinnen moet samenvatten waarom Team 5PM zo'n toffe werkgever is, waarom is dat dan? Oprechtheid, die voel je binnen Team 5PM. Dus we hebben ook een teamguide bijvoorbeeld daar, die hebben we ook openbaar, dus iedereen kan ook lezen hoe we erin staan. En onze collega's zijn echt onze beste ambassadeurs, mm-hmm. want zo werkt het. Ja. Weet je wel, ik bedoel, zij ervaren het en zij zijn blij om, blij, engaged om binnen Team 5PM te werken. En volgens mij, zolang je die oprechtheid houdt, naar jezelf durft te kijken, dan denk ik echt dat het is. Ja. Ik wens jou heel veel succes de komende jaren met nog veel meer groei en spannende dingen die jullie allemaal nog gaan ontdekken. Het wordt een spannende reis. Dankjewel dat jij mijn gast was. Ja, bedankt dat ik hier mag zijn. En dankjewel voor het kijken naar weer een video in de serie over de toekomst van HR. En ik denk dat we misschien de titel wel even aan moeten passen. De toekomst van people and culture bij deze. Namens loket.nl, dankjewel voor het kijken. Hoi! We'll be right back.